Dit is Flevoland van zaterdag 2 januari. De profvoetballers van Almere City FC spelen zaterdagavond direct hun eerste wedstrijd van 2021 thuis tegen de Graafschap. Het is direct een onvervalste topper. De nummers 1 en 2 van de eerste divisie promoveren aan het eind van de rit rechtstreeks naar de eredivisie. En dus is het direct een cruciaal duel. Want bij winst dan slaan de Almere's een gat van maar liefst 8 punten met de Graafschap. Maar winnen de superboeren, dan naderen ze Almere tot 2 punten. Almere City mag dus direct aan de bak zaterdagavond. De ploeg van Ole Tobiasse werkte op nieuwjaarsdag een ontspannen training af in de aanloop naar de topper. De spelers hadden een rustige jaarwisseling gehad. Middenvelder Tim Reserveur had zich zelfs geen glaasje champagne gepermitteerd. Ik heb geen champagne gedronken. Ik heb gisteren kinderchampagne gedronken. Toch een paar slokjes dat ik mee kon proosten. Maar ik heb geen alcoholische versnaping gehad gisteren. Dat was toch wel anders. Normaal gesproken neem ik wel een wijntje of een champagneglas als het nieuwjaar is. Maar dit jaar niet. Dus dat is helemaal niet zo erg. Want alles moet dit seizoen wijken voor dat ene doel: promotie naar de eredivisie. En de Almeerders zijn met hun voorlopige tweede plaats goed op weg met die missie. Het is nu een kwestie van die tweede plek consolideren en misschien zelfs de voorsprong vergroten. Maar dat zal volgens trainer Ole Tobiasse heel lastig worden tegen die topploeg de Graafschap. Hele ervaren ploeg, veel kwaliteiten, we kunnen makkelijk een doelpunt maken. En dat is gewoon een van de betere tegenstanders in de KKD-divisie. De kraker tegen de Graafschap begint zaterdagavond pas om 9 uur in het Janmarstadion. Het is leeg in de Orchideeënhoeve in Luttelgeest. Normaal gesproken is het in de kerstvakantie een komen en gaan van bezoekers. Maar door de coronamaatregelen is alles dicht. 'S Avonds waren we open met ons winterdroom evenement. En dat was ook vandaag en ook vanavond was dat nog. Ja, en nu is het eigenlijk al 14 dagen of misschien wel 3 weken bijna al helemaal stil hier. In het voorjaar moest het park al dicht en nu in het najaar weer. Alleen in de zomer mocht de Orchideeënhoeve de deuren openen. Mensen kunnen niet naar het buitenland toe. Hè, dus de kans is dat mensen dus in binnenland hun ventier gaan zoeken. Ja, nou, dat hebben we ook gemerkt, want we hebben eigenlijk een hele goede zomer gehad. Ik denk dat we zelfs wel de beste zomer tot nu hebben gehad. En doordat u een wat betere zomer heeft kunnen draaien, heeft u dus het sluiten in het begin van het jaar en het najaar een beetje kunnen opvangen? Nou, in het begin van het jaar, kijk, dat zijn we natuurlijk misgelopen. En zijn we ook wel wat ingeboet op onze reserves. Nou, die konden we van de zomer konden we die weer wat inlopen. Waardoor we het najaar en ook nu er op zich nog goed bij zitten. En dat we dit ook goed kunnen doen. En dat vind ik wel belangrijk om tegen jezelf te zeggen ook. Het had natuurlijk een veel ander jaar kunnen zijn. Maar mag je ook wel niet heel gelukkig zijn dat je gewoon zo'n toch een behoorlijke pandemie, dat je er toch op deze manier doorheen komt. Langzaam maar zeker wordt weer uitgekeken naar 19 januari. Dan wordt bekend wanneer de deuren weer open mogen. Een voorspelling doen, dat doet Thomas Maarsen niet. Wel zorgen hij en zijn team ervoor dat het park ook zonder bezoekers spik en span is. Ik vind het nog wel steeds mooi als ik hier rondloop. Want dat hebben we ook van de eerste lockdown onthouden. Van wel doorgaan met het onderhoud of dat er morgen weer bezoek moet komen. Nou ja, en die morgen die komt natuurlijk wel weer dichterbij. Voor veel mensen met een beperking is het vaak nog lastig om een plek te vinden om ergens te gaan sporten. Mensen weten vaak niet waar ze terecht kunnen of wat bij hen past. Sportservice Flevoland organiseerde onlangs nog de week van het aangepast sporten om daar verandering in te brengen. In 3 afleveringen laten we zien wat er mogelijk is voor mensen met een beperking om te bewegen. Sportclub Move is voor mensen met een ernstig meervoudige beperking die eigenlijk geen gebruik kunnen maken van andere aanbiedingen van aangepast sport en bewegen. Om de simpele reden dat het gaat om individueel aanbod. En die differentiatie kunnen verenigingen niet bieden. En hier kunnen we iedereen bieden wat hij of zij aan kan. En individueel proberen om daar voortgang in te bereiken. Ik ga naar de andere kant, ja? Joehoe! Marius! Marius, kom je? Maar is het verstopt? Het is een sportieve vrije tijdsbesteding. Ook deze mensen moeten, als ze willen sporten en bewegen, gewoon gebruik kunnen maken van een sportvereniging. En dat geeft ze zelfvertrouwen. Er ontstaan nieuwe sociale contacten. Net als iedereen, op je sportclub maak je vrienden. En doordat je sport en beweegt,
Kom je letterlijk beter in je vel te zitten. En dat heeft aan alle kanten heeft dat positieve effecten. De deelnemers met een ernstig meervoudige beperking worden er dus fitter van. En ook Gudde krijgt een goed gevoel van het werken met deze doelgroep. Ja, heel, dit is de kers op de werktaart, Sportclub Move. Ja, de maandagavond die staat met een bloemetje in mijn agenda. Kan iedereen hier terecht? Ja, we houden wel de groepen klein, 5, maximaal 6. Ligt aan de hoeveelheid begeleiding die er mogelijk is. Want het is wel de bedoeling dat er eigenlijk 1-op-1 begeleiding meekomt. Heel goed. Daar ga je. Hoppakee.